Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaatsen opgenomen op dinsdag 10 april. Er is vrij veel hoge bewolking aanwezig boven Nederland, maar de zon die prikt er goed doorheen en dat betekent dat we toch wel weer het lentegevoel hebben. De Temperatuur die ligt vanochtend zo tussen de 11 en de 15 graden en er waait een meest matige wind uit oostelijke richtingen. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op en kan het lokaal 21 graden worden. Wel neemt geleidelijk aan de bewolking toe en aan het einde van de middag, maar vooral ook vanavond, kunnen er lokaal een paar buien vallen, mogelijk ook met onweer en hagel. De wind die stelt vanavond niet veel voor, is overwegend zwak, maar tijdens een bui is er wel kans op wat windstoten. Ook vannacht kan er hier en daar nog wel een bui vallen. De temperatuur die daalt vannacht naar een graad of 10, morgen is het zo'n 15 tot 18 graden. En ook dan zijn er weer wat buien. Ook laat de zon zich zien. En de wind waait uit het oosten en is overwegend matig. De komende dagen blijft de buienkans aanwezig, maar wordt wel steeds kleiner en de zon krijgt steeds meer ruimte. De temperaturen blijven hoog, zo tussen de 15 en de 21 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.